De maatregelen die de regering eerder deze week heeft aangekondigd om de economie weer op spoor te brengen, zijn volgens minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning niet bedoeld om de vrijheid van het handelen in te perken. Dit benadrukte hij gisteren in de Nationale Assemblee, waarbij de regering antwoord gaf op vragen van DNA-leden over de koersontwikkelingen en de impact daarvan op de samenleving. De bewindsman benadrukte dat het geenszins de bedoeling is de vrijheid van burgers en bedrijven af te pakken. De maatregelen zijn wel bedoeld om orde te scheppen. Omdat, voorzitter, elke vrijheid heeft regels. Vrijheid zonder regels is anarchie, niet wat we willen. Voorzitter, en wij zijn hier in uw huis van het volk. Dit is ook het huis van de vrijheid. Maar het parlement is tegelijkertijd de wetgevende macht. Het is geen toeval dat vrijheid en regelgeving met elkaar samengaan. Hoe groter de vrijheid, hoe groter ook de verantwoordelijkheid. Als wij vrijheid willen, moeten we ervoor zorgen dat die vrijheid geregeld is, zodat alle mensen van die vrijheid kunnen genieten en alle mensen profijt hebben ervan. De financiënminister wijst er ook op dat het niet de bedoeling is om met de aangekondigde maatregelen de rijken in de samenleving arm te maken. De oplossing is volgens hem om orde te scheppen, zodat degenen die doorwerken en sparen vooruit zijn gekomen, dat kunnen blijven doen. En hun bijdrage kunnen leveren, dat zij die dat minder hebben, ook meekomen. Ook meekomen. Voorzitter, geen van de maatregelen die aangekondigd is, is bedoeld om winstdeviezen ook af te nemen. Om de vrijheid van handelen in deviezen, om dat in te perken. Om dat te belemmeren, om het moeilijker te maken. Nee, de basisgedachte is, als er illegaliteit is, haal die illegaliteit weg. Haal illegaliteit weg. Zorg dat alles wat we doen, dat dat in de legaliteit plaatsvindt. En dat dat voldoet aan regels van een geordende samenleving. Die wij niet alleen pretenderen te zijn, vaak ook gewoon ook echt zijn. Minister Ragubashing benadrukte dat de voorstellen van DNA-leden om voor handhaving te zorgen in de financiële sector zeker worden meegenomen om het beleid te bepalen. Hij voegde daaraan toe dat koersstabilisatie alleen kan door handhaving van wetgeving.